Artsen hebben eindelijk concrete cijfers rondom de fatbike. In 1 week levert deze fiets bijna 100 slachtoffers aan de spoedeisende hulp. Maar we zien kinderen. En dat halen we wel echt duidelijk uit de cijfers. Met bijna de helft van alle fatbikers die op kinderleeftijd komen. En verder in het nieuws vandaag. Atlete Lara Baars is officieel ereburger van gemeente Bergendal. En griezelen in Balgooi in grote Halloweentuin. Je ziet ze overal, fatbikes. Artsen door heel het land maken zich al langer zorgen over het aantal ernstige ongevallen met fatbikes en vooral de leeftijd van de slachtoffers. In oktober is er een nationale meetweek geweest op de spoedeisende hulpen in Nederland. En wat blijkt? Er zijn bijna 100 slachtoffers van een fatbike-ongeval op de spoedeisende hulp beland. In een week tijd belanden bijna 1300 mensen op de spoedeisende hulp door een fietsongeval, meldt Veiligheid NL. 96 daarvan zaten op een fatbike. Ervan uitgaande dat de ongevallen in een gemiddelde week zijn gemeten, komt dat neer op 5000 ongevallen in een jaar. Een schokkend getal vindt ook Stijn Nelen, traumachirurg bij het Radboud UMC. Ik maakte me al veel zorgen om het aantal verkeersslachtoffers op een fatbike, maar ook op een e-bike in Nederland of in Gelderland. De voorlopige peilingen van Veiligheid NL met 110, 120 in een kwartaal lieten al zien dat het in ieder geval niet niks is. Dat het zo groot was als dat we nu gezien hadden, dat had ik toch niet verwacht. Maar wat artsen vooral zorgen baart, is de gemiddelde leeftijd waarmee fatbikers op de spoedeisende hulp belanden. Ik denk ook dat je heel duidelijk erin terugziet dat fatbike meer kinderen betreft. Dus wat je ziet is meer hoofdletsel. Kinderen hebben vaak relatief gezien grote hoofd, vallen vaker op hun hoofd als ze vallen en krijgen dus sneller hersenletsel. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat die slachtoffers op een fatbike meer buikletsels hebben. Maar ook daar moeten we voorzichtig zijn om daar echt harde conclusies uit te trekken, want daar zijn de aantallen gewoon te klein voor. Maar we zien kinderen. En dat halen we wel echt duidelijk uit de cijfers, met bijna de helft van alle fatbikers die op kinderleeftijd komen. Het aantal mensen die in Gelderland op de spoedeisende hulp belanden, ligt lager dan in de Randstad. Maar dit betekent niet dat het in onze regio meevalt met de cijfers. Ja, dat is natuurlijk koffiedik kijken. We zien nog wel eens met dingen dat een trend vanuit de Randstad overwaait naar het oosten van het land of naar de rest van Nederland. Dus misschien is dit wel ons toekomstland als we zo op deze manier doorgaan. Dus misschien is het dan het probleem helemaal niet zoveel minder groot dan dat het in het randstedelijk gebied is. En we moeten er altijd wel bij blijven denken dat dit is een week. En er zitten natuurlijk altijd schommelingen, er zitten nuances in. En persoonlijk vind ik dat elk slachtoffer er eentje te veel is. En dan heeft Gelderland er misschien maar 9. Het zijn er wel 9 te veel. Volgens Nelen is het nu belangrijk dat er actie wordt ondernomen om deze getallen omlaag te krijgen. Met de initiatoren van dit onderzoek, dus de spoedeisende hulpartsen van Nederland, de traumachirurgen in Nederland en Veiligheid NL, hebben we nu in ieder geval duidelijk document waarmee we kunnen zeggen, kijk, overheid, dit is het probleem en wat ons betreft is het groot. En dan is het aan hen om daar iets slims over te gaan zeggen. En daar wordt natuurlijk al veel gesproken. En ik denk dat er ook al heel veel goede ideeën naar voren zijn gekomen. Maar we moeten vooral dat in de breedte blijven zoeken. We moeten naar een betere verkeersveiligheid. We moeten naar meer het dragen van helmen, leeftijdsondergrenzen, dat soort zaken. Ja, daar moet over nagedacht gaan worden. Lara Baars is nu officieel ereburger van gemeente Bergendal. Tijdens een feestelijke receptie in het gemeentehuis ontving de Paralympische atleet uit handen van burgemeester Mark Slinkman de erepenning die hoort bij het ereburgerschap. Lara is de eerste en voorlopig enige ereburger van de gemeente Bergendal. Ja, zeker. Van harte proficiat. Op 28 augustus begonnen de Paralympische Spelen in Parijs. Voor Lara Baars een hele bijzondere tijd, want hier heeft ze de wereld laten zien dat zij de allerbeste kogelstoter is in haar klasse. En nu mag ze zichzelf ook de eerste ereburger van de gemeente Bergendal noemen. Heel bijzonder. Ik zei net ook al tegen de burgemeester. Uiteindelijk haal ik natuurlijk goud omdat dat mijn droom is. Maar het is zo bijzonder als men de prestatie erkent. En dan vooral met zo'n eervolle titel. Daar ben ik heel erg trots op. Groesbeek leefde enorm met Lara mee tijdens haar deelnemen aan de Spelen. Ook al was het niet de eerste keer dat ze meedeed. Ik merkte dat van tevoren al tijdens, maar ook nu zeker achteraf. Als ik gewoon even een rondje in de dorp loop, dan word ik minstens wel een paar keer aangesproken. Dus dat is gewoon superleuk dat het hier ook heel erg geleefd heeft.
Ja, dat leefde enorm. Hè. Ze is hier geboren en getogen. Heel veel mensen kennen haar. En ze heeft hier ook eigenlijk altijd gewoond. Mensen leven al langer mee met haar sportieve carrière. Want die duurt ook al veel langer dan deze Paralympische Spelen. In 2013 is ze begonnen op deze onderdelen. Dus we leven al heel lang met haar mee. De Paralympische Spelen in Parijs waren echt een heel groot succes. Er zaten 80.000 man in het stadion tijdens mijn wedstrijd. Ja, en dat voel je gewoon aan alles. Voor de gemeente is het ook een speciaal moment, want Lara is de eerste uit de gemeente die voldoet aan de hoge eisen van het ereburgerschap. Ja, we zijn ontzettend trots op haar en we zijn ook heel erg blij dat we haar kunnen eren met een ereburgerschap en dat zij dat ook heeft willen accepteren. Dat betekent dus dat je in heel de gemeente er bovenuit steekt met eer burger van onze gemeente bent. En dat hebben we al na de herindeling ingesteld, dat ereburgerschap. Alleen is het er nog nooit van gekomen om iemand dat ereburgerschap ook echt te verlenen. Er zijn best wel strenge regels voor, wil je daarvoor in aanmerking komen. Maar iemand die en wereldrecordhouder is en een gouden medaille haalt op de Olympische Spelen, ja, die komt daar zeker voor in aanmerking. De brandweer heeft woensdagochtend in de Maas tussen Megen en Maasbommel het lichaam aangetroffen van een overleden persoon. Om 7:15 kwam een melding binnen dat de persoon te water was geraakt in de buurt van de pont tussen Megen en Maasbommel. De brandweer startte daarop direct een zoektocht. Daarbij werd een lichaam gevonden. De politie verricht momenteel onderzoek. De vindplaats aan de waterkant bij Megen is afgezet met schermen. Inwoners van Nijmegen moeten vanaf volgend jaar waarschijnlijk fors dieper in de buidel tasten voor vuilniszakken. Het stadsbestuur wil de prijs van plastic plus zakken, die tot 2020 nog gratis waren, maar liefst 3 keer zo duur maken. De prijs hiervoor stijgt in de plannen van het stadsbestuur van 5 naar 15 eurocent. Ook de prijs van andere vuilniszakken gaat omhoog. Voor een rol van 10 groene restafvalzakken betalen inwoners straks 12 euro in plaats van 10,90 euro. Een stijging van 11 cent per zak. De gemeenteraad moet de plannen nog wel goedkeuren. Meerdere basisscholen in de gemeente Druten lopen tegen hun maximale grenzen aan, wat betreft leerlingaantal en klasruimte. De partij Kernachtig Druten maakt zich daar zorgen over en heeft dit officieel aangekaart bij het college van BMW en de gemeenteraad. Met name de Q-bus, dat dichtbij het centrum van Druten is gelegen, loopt tegen de grens aan van wat het aan kan. De Q-bus is een kindcentrum bestaande uit een basisschool, een kinderdagverblijf, een peutergroep en een buitenschoolse opvang. Door de toestroom van nieuwe kinderen, onder andere uit de nieuwe wijk Tiggelanden, groeit de Q-bus snel. De basisschool telt nu al ruim 580 leerlingen. Ook basisschool Het Geerke zit volgens Groeizaan tegen de grens aan van wat het schoolgebouw aan kan. Meer over lees je op onze website rn7.nl. Dinsdagavond begon het bekeravontuur voor NEC weer in de Goffert. Toeschouwers kregen een echte bekerkraker tussen NEC en PEC Zwolle. NEC keek lange tijd tegen een achterstand aan, maar maakte vlak voor tijd de gelijkmaker en dwong zo verlenging af. In die verlenging won NEC uiteindelijk met 4-3 van Zwolle en bekert zo verder. Op Sportpark Zuid in Groesbeek speelden de treffers ook een bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Voor hen liep het minder goed af. Ondanks de voorsprong verloor de treffers met 1-4 van Fortuna, waarmee ze zijn uitgeschakeld. Vrijdag is de loting voor de volgende ronde en weet NEC wie de volgende tegenstander zal zijn. Uro Engels uit Balgooi heeft zijn tuin omgetoverd tot 1 groot griezelfestijn. De weken rondom Halloween is zijn tuin te bezoeken door kinderen en volwassenen die houden van griezelen. Uro doet het al jaren en ieder jaar blijkt het in de smaak te vallen. Dit jaar is wel anders dan voorgaande jaren. Uro heeft nu zoveel Halloween-decoratie dat het niet meer in zijn voortuin past. Daarom vindt het dit jaar plaats in zijn achtertuin. In de achtertuin van Uro komt Halloween tot leven. Overal staan enge figuren en kan je griezelige geluiden horen. Zijn tuin is de weken rondom Halloween te bezoeken voor iedereen. Want het is Halloween. 31 oktober is Halloween. En dit doe ik nu al 6 jaar. Ik heb het meegenomen van Amerika. Ik woonde voor een heel lange tijd in Amerika en ik vond het een hele fijne feest en meegenomen. En nu ga ik het uitbreiden. Elk jaar maak ik het groter. En vier ik het in mijn achtertuin. Dit is niet binnen enkele minuten in elkaar gezet. Uro is hier meerdere weken mee bezig. Nou, ik heb vanwege dat ik zoveel heb, het duurt mij ongeveer 2 weken om alles op te zetten. Het doel van Uro is om mensen te laten schrikken, maar ook vooral om kinderen te laten zien dat niet alles echt is en ze dus ook niet bang hoeven te zijn. Nou ja, ik vind het wel leuk om mensen een beetje
bang te maken. Maar tegelijkertijd, ik wil ook de kinderen laten zien dat ze niet bang hoeft te zijn. En het is allemaal niet eng. De tuin van Juro is al een aantal jaar een griezelige plek tijdens Halloween. Elk jaar weer valt het in de smaak bij de bezoekers. Het aantal bezoekers stijgt ieder jaar. Oh, ze vinden het fantastisch. De eerste paar jaar dat ik het gedaan heb, kwamen ze alleen even langs kijken en kijken. Maar dan langzaam kwamen meer mensen met de kinderen. En de laatste twee jaar heb ik tussen de 80 en 100 mensen die langskwamen. En nou ben ik vorige week had ik vrijdag en zaterdag mensen langs. En zit ik al bij de 80 mensen. Dus ik verwacht morgenavond en vrijdagavond weer zoiets. Morgenavond tijdens Halloween en vrijdag 1 november is deze griezelige tuin nog te bezoeken vanaf 5 uur. Grijs, bewolkt en zacht. Dat is een beetje het weerbeeld waar we momenteel mee te maken hebben. Veel verandering zal daar de komende dagen niet in zitten. Toch is er ook goed nieuws, want het blijft hoogstwaarschijnlijk droog en af en toe laat ook de zon zich even zien. Het wordt morgen zo'n 14 graden. Ook de dagen erna zet het weerbeeld vrij stabiel door. Bewolking heeft de overhand, maar de zon weet daarbij tijden even door te prikken. De temperatuur blijft behoorlijk gelijk, zelfs als we vooruitkijken naar de tweeweekse verwachting. Dit was het RN7 Regio Nieuws van woensdag 30 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je een nieuwe aflevering van Nu in de Bios, waarin ik je speciaal voor Halloween een paar nieuwe horrorfilms presenteer. Met het nieuws zijn we morgen weer, dus graag tot dan.